welkom. Mijn naam is Hein van der Hurk, ik ben directeur van Het Werkt. Het Werkt is al enige jaren een organisatie hier in Tilburg voor maatschappelijke ondersteuning, zorg, reïntegratie en maatschappelijke participatie. Ik wil jullie kort even meenemen naar het idee van de stadstuinderij en wat nou eigenlijk de bedoeling hier is. Als je naar de maatschappij kijkt, dan heeft hij de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt op materieel vlak. Tegelijkertijd lijkt er een hele groep burgers buiten de boot te vallen. Toen wij dus inderdaad een aantal jaar geleden op de spoorzone aanwezig waren en we zagen al die dynamiek en die nieuwe bedrijfjes. Toen dachten wij, hoe kunnen we zulke creatieve omgevingen, hoe kunnen we die inzetten om aan alle burgers te goede laten komen? En toen kwamen we eigenlijk uit bij stadslandbouw. Stadslandbouw als een middel om mensen en wijken te activeren. Daar is de drone. De overheid verwacht steeds meer maatschappelijke participatie van haar burgers. Nou, dat is wat we hier doen. Organisaties, vrijwilligers, we hebben gewoon zelf de handen uit de mouwen gestoken met z'n allen. En dit is het resultaat, dus het blijkt dat het prima kan. De volgende fase zal zijn om alles te bestendigen en ervoor te zorgen dat dit stadslandbouw, stadstuinderij een vaste plek krijgt hier in Tilburg. En daar gaan wij onze uiterste best voor doen, maar dat, zoals ik al zei, we hebben een hele hoop partijen waarmee we samenwerken. En daar hebben we ook iedereen voor nodig, dus wij gaan dat heel graag ondernemen en we hopen dat jullie daarbij aansluiten. Social Energy biedt mensen de mogelijkheid om onverplicht zinvol werk te doen. Want daardoor krijgen ze sociale contacten, kunnen ze eventueel uit hun isolement komen, komen ze weer in de samenleving, kunnen zichzelf ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen. En dat alles leidt tot verbetering van kwaliteit van het leven. Ja, en dan ga ik nog even in op de rol van een supervrijwilliger, Roland. Ja. Roland, jij doet dit officieel nu voor 20 uur de week. En dat blijf je nog even doen. En daar hebben we ook, mogen we straks ook een stukje subsidie voor gebruiken. Voordat jouw rol daarin ook weer voor 20 uur. Maar we weten allemaal, 20 uur, tijd kent bij Roland geen grenzen. Hij is hier 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan 5-6 dagen in de week. Laat ik uitspreken dat als het om erkenning gaat, ik echt heel veel erkenning en vooral waardering wil uitspreken voor wat hier gebeurd is en voor de mensen die zich hiervoor inzetten. En ook ik vind, en namens mij ook het college, dat we daar op een goede manier naar moeten kijken en op kansen moeten letten en niet alleen op bezwaren en op begrenzingen. Dat gaat zowel op sociaal vlak als ook op fysiek vlak. Namelijk, wij moeten misschien nog meer lef tonen als overheid om dingen mogelijk te maken. Zaken zoals hier. Want ik ben hier al een paar keer geweest. De eerste keer was het gewoon een kale vlakte. En ik heb het zien groeien. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb het zien groeien. Eerst was het kaal en nu is het mooi groen. Maar ik heb hier ook mensen zien groeien. En dat is het mooie van dit project. Het laat niet alleen groen groeien, maar ook mensen groeien. En dat legt een hele mooie brug tussen groen, sociaal en de stad. En dit is zo'n project dat we moeten koesteren. En eigenlijk moeten we kijken of we dit niet het einde kunnen laten zijn, maar een virus, een begin, om te kijken of we dat door de stad kunnen verspreiden. En ik denk dat we dan geslaagd zijn. En wij als overheid moeten daar vooral niet lastig in zijn, dat is één. En twee, kijken daar waar hulp gevraagd wordt of we kunnen helpen. En dat spreek ik uit, dat we daar ons stinkende best voor zullen gaan doen. En tegelijkertijd geef ik ook een winstwaarschuwing, u weet hoe wij zijn als overheid. Uiteindelijk maken we het u toch lastig. Maar de intentie is er en dat telt. Oh. Nou, dat is toch al dat is een kleine kilo. Ja, helemaal prima. We hebben op de foto. Dus we zijn samen gaan werken, we hebben de handen ineengeslagen en we zijn gestart.
We wilden meteen open voor de open dag op 31 mei. Dus we zijn gestart in een zeecontainer. Sommige mensen hebben het misschien wel gezien. Heel erg geïmproviseerd. Al gauw dachten we van dat moet iets beter, iets mooier, iets professioneler. En toen hebben we een prachtige gele kate ter beschikking gesteld. Hij is geheel anoniem geschonken, dus ik zal de naam niet noemen. En opnieuw zijn we gaan kijken hoe kunnen we het inrichten, mensen aantrekkelijk maken om hier hun groenten van de tuinderij te kopen, producten van de stadse boeren tentoon te spreiden. En daar is het resultaat van. Wat is volgens jou het hoofdingrediënt van bier? Malt. Jammer. Oh, jammer. Water. Ja, water. Wat maakt pesto saus groen? We hebben het in de tuin. Basilicum. Ja! Eén sleutel nog gehad. Aardappels, tomaten en aubergines, die kennen we hier allemaal. Zij behoren alle drie tot eenzelfde plantenfamilie. Eigenlijk is het een giftige plantenfamilie. Je kijkt nou al benauwd, of niet? Nee. De nachtschade. De nachtschade. Er mag er weer een af. Hij komt ook dichter bij die Stotse boeren, hè? Ja. Want er blijft er één sleutel over, hè? Nou hopen wij voor jou dat die past op de deur. Dank u. En smakelijk. En daar is uitgekomen dat moederkoe Jerma gaat heten en dochter heet Nijgen. Spreek ik dat goed uit? Het zijn Keltische namen, denk ik. Schotse namen natuurlijk. Ah, de